Hoffentlich magst du mich dann noch leiden, wenn ich dir die Kostenaufstellung gebe. Nee, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch. Herz sein die Menschen, die ihr tun, mit elkaar, mit heel hun hart. Zij volgen hun dromen en staan voor een doel, vinden een weg vanuit hun gevoel. En hoe je het ook wendt of keert, je doet het nooit alleen, je doet het samen, samen. Even mee, gaan we de loods even in, hè? Minus Hinsen is zijn hele leven al bezeten van kermisorgels. Zijn liefde is niet te stuiten. Nou, hier hebben we er een. Vroeger was het zo, toen werden ze echt gebruikt op de kermis. Voor, dat er geen muziek, eigenlijk geen grammofoonplaten waren. En dan was het meestal altijd, als ze dingen moesten spelen, dan speelden ze nooit. Doordat het een hobby geworden is, dan hou je ze dan ook allemaal een beetje eigenlijk goed in stand dan eigenlijk. Ik zal hem even aanzetten. Nou, dat zal ik hier. Even stroom. Ja? Ja? Voor de pauze van mij, kan je ook wel eens hebben. Het is een boek verkeerd om te. Enkele jaren geleden verwoestte een brand een groot deel van de bijzondere orgelverzameling. Ja, dat is voor ons eigenlijk het ergste wat geweest is, wat eigenlijk... Ik ga niet uit het hoofd, hoor. Nee, u denkt er altijd aan. Er was er eentje bij, die hadden wij dus vroeger op de schommels. Want ik kan me alleen dus van dat orgel herinneren, dat die hameltjes, ja, die zag ik dan schitteren voor mijn ogen. Zo lang kon ik eigenlijk dat orgel. Dus, en ik heb altijd die... Die muziek wat hij speelde, ja, die ken ik, die hoor ik nu gewoon in mijn oren. En ik bedoel, als ik een orgel hoor met diezelfde muziek op, dan denk ik toch altijd terug aan dat orgel eigenlijk. Agnes Hinsen is op weg naar Pietje, haar aanstaande verloofde. Een paar jaar geleden had hij zo'n wippie, zo'n vliegend bankstel. Maar ja, omdat de tijd verandert en je moet ook een beetje met de tijd meegaan voor de jeugd en alles. Nou, omdat wij dan binnenkort gaan trouwen, heeft zijn vader gezegd, jongen, wat wil je? Wil je dat spul houden of wil je iets nieuws? Nou, en als je jong bent, wil je meestal iets nieuws, wat spannend. Dan heb je deze genomen. En nou gaan we dan met deze reizen. Hier ga je, Piet. Wat zei je nou net? Nee, ik dacht bij die eraan. Waarom dacht ik maar binnen? Oh, wat vies. Die komt me door dat luikje naar binnen, hoor. Ja, die zit er, kijk eens hier. Oh. Maak ze dood. Nee, ja, daar ben ik vies van, hoor, van die beesten. En die spritten, hoor. Oh, Pietje, wat heb jij er veel? Hé, hey, stel het diep, moet die kassa hier rondhouden. Oh. Bye. Stel eens het diep, moet de kassa even rondhouden. Dit zijn eigenlijk van de orgels, de hardspelende orgels eigenlijk. Dus als je ergens vroeger op een kermis was en je hoorde een orgel boven de orgels uit, dan was het altijd wel zo'n orgel die zo hard speelde. Ja, maar je kan wel eigenlijk zeggen, hij speelde in Roermond, maar je hoorde hem bijna in München spelen. Hoe hard gaan ze dan eigenlijk? Opa Hinsen toont apetrots het oudste orgeltje van de verzameling. Ruud en Ria Lubbers zijn net aangekomen. Terwijl Ria de woonwagen schoonmaakt, bouwt Ruud de lasergame op. Ja! Ja, jongen, valt niet mee, hè?
Zie je het verschil tussen die vrouw en die vrouw? Zij heeft geen wapen, zij wel. Zij heeft geen wapen? Zij wel. Zij wel. Ja. Maar wat heeft zij nog meer en zij niet? Zij is erotischer dan zij. Ja, nou, dat staat allemaal goed zo, hè? Ja. Kijk eens, Rietje, hij staat. Kijk daar, hij staat. Alles staat hier. Wij gaan in de buurt Hannover gaan we naar een orgel kijken, wat ze gedeeltelijk iets veranderd hebben, zodat hij dus beter speelt eigenlijk. Ik ben blij dat je in Duitsland hard mag rijden, vind ik. In Nederland, dat vind ik chip. Met zijn 120 en een 100. Italië mag je ook hard rijden. Ja. Dan rijden ze beter als hier, vind ik. Dit is eraf, hè? Hij is eraf, hè? De band naar de kloten zo nou, hoor. Omdat het wiel er niet zonder sleutel afgaat, bellen ze de Duitse wegenwacht. Verdomme. Daar ben je aan wie? Bel ons maar de wegenwacht. Ik heb het niet bij me. Ik weet zeker dat ik het niet bij me heb. Ik heb altijd veel ideeën gehad en dan ga ik met een tekenaar zitten praten en dan ga je zeggen, nou ik wil dat zus of ik wil het zo en waar kunnen we nog een fijnere rit mee maken of wat vinden de mensen fijn of wat denk je daarvan en dan ga je er samen zo op zitten bouwen. We gaan nu naar Van Velsen toe, naar de tekenaar en de ontwikkelaar van kermisattracties. Eigenlijk spreken we over een nieuw storen. En hoe werkt dit dan? Met motoren of met... Met lucht. Toch met lucht? Ja. En met dit kun je op je publiek inspelen. Dat is... En het ronddraaien. En het ronddraaien, dat hebben we meer gedaan als... Het lijkt een hele rustige attractie als je naar boven gaat. En je draait daar langzaam je rondjes en we laten op een gegeven moment erg plotseling laten we hem vallen. En dan is een... Dat is een gegil. Dat is een hele andere attractie. Ja. Ja. Dat is, daar is de tafel en daar is de tafel. Dit moet gewoon allemaal weg. En dan moeten, als die mensen er zijn, moeten gewoon zeggen wat wil je drinken. Sinaas, cola, koffie, thee. Nou, en dan pakken ze zo'n dingetje met zo'n gebakje en zo'n... En dan geven ze wat ze willen, maar dit scheelt toch veel te veel. Gespannen bereiden Agnes en Pietje hun verlovingsfeest voor. Die gebakjes zouden ze er niet opzetten, die zouden ze gewoon geven als ze gaan zitten. Dat hoeft niet, dat scheelt allemaal ruimte. Waar moeten ze dat dan laten? Waar moeten ze dan elke keer op vandaan houden? Dat doen ze daar, maar waar halen ze het dan anders vandaan? Zouden we dat met die bladen ombrengen, weet je nog of weet je niet meer? Nee, dat weet ik niet. Maar ik wel. Je gaat maar één keer trouwen, maar je gaat toch denk ik ook, hoop ik, maar één keer samenwonen. Dat is toch hetzelfde. Dus ja, en de een wil het wel graag misschien wat uitgebreider doen en de andere niet. Maar ja, ik vind trouwen gewoon leuk in een jurk. Ik denk dat het niks mooier is voor een vader en moeder als je je dochter ziet in een mooie witte jurk en je zoon in een mooi pak en de kerk en alles. Dat denk ik. Maar ja, de een geeft er niet zoveel om, maar ik wel, ik vind het wel mooi en leuk en ik mag het van mijn vader en moeder, dus dan doe ik het ook eigenlijk. Oh, ik heb een hardwerkende vriend. Tegen dat ik ga weg. Ja, is goed. Pak je dan even de spullettenauto nog of niet? Je moest toch met die stoelen nog iets doen? Nee. Hoe moet ik dat doen? Ja, dat maakt niet uit hoor. Ja. Oh, daar komt je aan. Daar komt ADFC. Dat moest bananensplit zeggen. Jetzt müssen Sie proberen de Reifen zu wechselen daar, op dat klap. Waarom? Was geht denn? Dat schloes, dat schloes, dat schloes, dat schloes, maar niet dat schloes.
Er komt buiten op Hamers. Ja, hier. De Hamers draait hier. Van Schloss und Fluss. Smalle buitels moet je hebben, smalle. Ja, ja. Ja, dat is los. Woehoe. Van de kloten, hè? Nee, andersom. Dat kan bij ons in de botsauto's nog nooit gebeuren, zoiets, hè? Een band kapot of zo. Als er wat gebeurt. Maar het komt door het hard rijden. Bij botsautootjes heb je dus niet dat je daar een bandje van kapot rijdt of zo. Wieletje. Ja, omdat we de snelheid. Het is erg moeilijk in te schatten waar en hoe wordt een attractie door het publiek ontvangen. Technisch kun je hem net zo goed maken als dat je naar alles kan werken, maar het kan een volledige flop voor het publiek worden. Terwijl iedereen toch in het begin dacht, nou dat is het. Ja. Het is niet het gevoel alleen dat je weer wat anders wil. Je hebt eigenlijk het gevoel bij je begint met een attractie. En als die eigenlijk functioneert zoals het hoort, dat je er eigenlijk niks meer aan verbeteren kan. Dan reis je daar een zomer mee en dan kom je eigenlijk een beetje op een dood punt. En dan ga je eigenlijk weer zitten prakkezeren over wat anders. Dat is eigenlijk het punt van vernieuwing. Ik dacht dat Tommy dat ook wel een beetje heb, ja. Nou, dit systeem zit gedeeltelijk dus ook hierin. Maar dit is meer een speelapparaat, deze. Dat is alleen maar vallen? Ja. En dit is eigenlijk dat je kunt spelen ermee, naar boven en naar beneden? Ja. Mijn hart ligt dus niet op de kermis. Mijn hart ligt bij Rietje. En nee, niet op de kermis. Mijn hart ligt dus gewoon bij de sport. Het Ajax-stadion tussen de man hier in beeld, Louis. Kijk, ik was dus zeg maar een fenomenaal geweldig sportman. Ik ging dus naar twee Olympische Spelen, Mohammed Ali. En noem maar op, al die toestanden. Vandaar dat ze mij dus op de kermis dus ook meer zien als een soort talent. Een talent voor iemand. En vandaar dat ze mij dus ook altijd wel... Ja, ze zien Rudy gewoon als de bokser. Ze nemen mij gewoon met een korreltje zout, ja, en laten die jongen... Ik heb eigenlijk een speciale... Iets speciaals. Yes, go, go! Go! We hebben op het ogenblik eigenlijk een iets bereikt op de kermis en dat zegt Tommy dan ook weer tegen mij. Hij zegt, ja pa, wat is er eigenlijk nog? Wat moeten we nou nog meer op de kermis brengen en wat kunnen we nog voor nieuws brengen? Ik denk dat op het ogenblik een beetje alles aan het plafond zit. We weten het eigenlijk niet meer. Wat je moet gaan doen. Hè? Ik denk dat we op het ogenblik moeten gaan denken om de mensen in een karretje te zetten en naar de maan te moeten schieten. Want anders weet ik het niet meer wat we moeten doen. Ik was zeg maar een jaar of 3, 4. Toen woonden we in Vlissingen. En toen gebeurde er op de Schelde, kreeg mijn vader een ongeluk. En toen werd mijn vader eigenlijk, in plaats dat hij de ziektewet inging, werd hij uitgemaakt voor Simmeland. En ging hij kreeg hij ontslag. Ontslag nou, en toen, en vanaf dat moment, dat is ongeveer zo'n beetje mijn 5e jaar, vanaf dat moment is hij van lieverlede kermis opgegaan. Peter. Alles prima? Jawel. Oké. Hey Petertje. Ja. Dat was vroeger het kermismateriaal. Tractors, wagens op ijzeren wielen. Ja, die werden met het sporen gedaan, ja. En ijzeren banden. Ja? Die wat daarachter staat, die woonwagen, is 110 jaar oud.
Ja, kom eerst maar uitlopen. Eerst wil hij de orgel laten horen. Rozen, zal ik blijven horen erin, Peter? Ik hoor hem liever hier even. Ja, ik ben nieuwsgierig natuurlijk, hè. Hoor eens. Hoor het nou al. Ze lopen etwas zo snel. Ungefähr, maar zo zeggen. Dat kan niet bij allen. 5%. Ja, het is een hoop. Dat is een jaar. 5%. Dat weet ik niet veel. Dat onderscheid is volgens mij is dat niet met luft. Dat had niet met luft te doen. Ze lopen etwas zo snel. Het kan zich fataal uitwerken met warm. Guck maar, jetzt sind wir met voldampf. Voraus der Mars, ja? Dan weet ik, dan is het een ander tempo. En wenn ik die umlandschalter in piano, dat die weer ruhig loopt. Ja, dan hoor ik toch dat die etwas zo snel. Ja, ik kan ja nog een halve millimeter van mijn radel afdrehen. Met een kleine mensen. Van een kleine motorrad. Ja, maar je moet het wel eens proberen. Ja, goed. De luft had hij net genoeg. Het bloemetje dat Ruud voor Ria heeft meegenomen valt niet in goede aarde. Mooi, hè? Ik weet wel dat ik mooi vind, hoor. Echt wel. Maar hij verdomt het gewoon. Om te laten zien dat hij weet. Hij verdomt het. 1000 plantjes heb ik al gegeven. Gemiddeld zeg maar 3 tientjes. 30.000 gulden. Aan plantjes. Ik had al een hele tropische tuin genomen. Dat is bijna 20 jaar. Hè? Mm-hmm. Delen wij eigenlijk alweer veel leed. Alleen maar leed. En lief. Nee, alleen maar leed. Maar wel grappig. We hebben wel. Zo grappig. Het leeft. Maar die moet je naar die andere mensen kijken. Die hebben nooit ruzie, die hebben nooit wat. Die zijn allemaal gelukkig. Moet je eens kijken, de wagen zakt in elkaar van gelukkigheid. Bij ons leeft toch iets. Er gebeurt af en toe wat. Terwijl we net een paar nieuwe ramen in laten zitten in de caravan. Door het leven moet iets hebben, anders ga je beter. Je hebt kastplantjes en je hebt rauwe bolsters. Nou, Rietje is een kastplantje. Ja. Een van de zwaarste boeken wat er speelt. Tannhauser. Dan ik heb hem nou zijn winddruk aan het testen, dat hij met zijn wind blijft, weet je niet? En die etwas langzamer leuft. Ja. Ik kan meer zeggen, du bekommst van mij een, wie heet dat, een 1 of een 10? Wie is dat? In Deutschland sagt man een 1. Ja, goed, ik gratuliere. Dank u, Wiener. Dat was deine Munde. Ja, dat was meine Munde. Monatsende muss ich auch sehen, so was reinkommt. Ich kann jetzt auch nicht hier 6 Wochen an der Orgel schnitzen. So an der Monatsende sehe ich, es kommt nur so und so viel. Das geht auch. Nee, das verstehe ich. Aber ich muss das bezahlen. Ja. Viele kannst viel besser schlafen. Das ist ein lecker Champagnerbad, Nienes. So komm, wie soll dich? Ich habe fast kein Fleisch mehr auf die Füße. Nienes, Geld spielt keine Rolle. Nur die Liebe. Geen geld, heb je nog geen liefde. Alles draait om de fluit en om de Duits. In Deutschland zegt man immer, alles dreht zich om drei Fee, Piedel, Punz en Portemonnaie. Ja, alles dreht zich om die fietsen. Nee, dat wollen wir mal durchgehen, die ganzen Sachen mal so, dass ich dir das mal alles mal verklicke. Ja, lass mich doch mal even in Ruhe. Ja, komm. Mal even auf Ruhe kommen jetzt. Ich bin fast umgefallen van Hocker. Ach, komm, komm. Ach, was, komm. Ach, ich habe mich geschrocken, Herr Peter. Och, nur ich bitte dich. Ist gut. Das ist doch ganz normal. Ich gucke nicht nach einer Mille, aber hier bin ich von das, das ist doch eine ich ganz... Ich nicht alleine, ganz Jürgen normal. Und er. Ja, das ist eine ganz normale Handwerksarbeit. Komm, wir gehen, das ist 3 Uhr. In Juli ist das klar geworden. Minus betaalt morrend de rekening. De liefde voor zijn orgel is toch sterker dan de liefde voor het geld.
Familie en vrienden uit de kermiswereld zijn afgekomen op het verlovingsfeest van Pietje en Agnes. Jij hebt het allemaal van mijn handen. We willen de avond graag een beetje officieel beginnen. Hebben ze zelf ook opgevraagd met een langzame openingsdans. Ja hoor, dat mag best hoor. Gewoon voor deze tijd eigenlijk ouderwets. Ja, dus eerst gaan verloven, toestemming vragen aan de ouders en ja, dat is goed. En als je dan zo'n schoondochter krijgt, ben je heel erg blij. Ja. Die is toch de mooiste van allemaal, of niet? Geen slechte keus. Afkijken mag niet, hoor. Ja, maar het is niet makkelijk. Dus... Ik vind het toch wel... Ja, dat zal voor iedereen niet makkelijk zijn, hè? Ik vind het toch wel moeilijk. Maar ja, je weet dat ze gaan. En dan denk ik weer, bij ons thuis waren we ze met z'n achter. En mijn moeder zat ook altijd. De ene ging en de andere ging. En dan zie ik dat dat van hun, van mijn moeder zijn kant ook, die zat ook zo. Zij gaat, hij gaat, hij gaat, zij gaat. Je blijft ook alleen. Ik hoop dat het voor de rest van zijn leven heel goed gaat. En zolang als ik zelf leef, zal ik hem bijstaan tot de laatste minuut. En meer kan je als vader niet doen, denk ik. Volgende week in De Mensen van de Kermis. Ontwikkelingen in de medische wereld geven Tommy nieuwe hoop. Het is een effect. En niet alleen een effect, ze posten je ook allerlei bij. Minus en zijn familie vieren oud en nieuw bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Ik heb mijn vrouw niet bereikt. Nou ja, ik sta hier in Brunsum op de kermis. Ruud en Ria Lubbers raken hun attractie kwijt. Er is één hele grote ruimte, zeg maar, die is niet op het kermisplein, die is leeg. Maar...